Goeiedag, het is vandaag zaterdag 20 februari. En ik ben in Skiweld in Hopfkarten. En waar jullie naartoe kijken, dat is de Hoge Salve. En die gaat nu steeds meer en meer onder bewolking schuil. Heeft ook te maken dat er een weersverslechtering aan zit te komen. De eerste sneeuwvlokken die komen al naar beneden. Maar als jullie naar de andere kant kijken van de bergen, dan zie je de bewolking dat die dalende is. En we zijn aangekomen bij de Foischingbaan in Hopfkarten. En kan jullie in ieder geval zeggen dat de pistes echt ontzettend goed zijn. Heel griffig, zoals ze hier in Oostenrijk zeggen. Het is zeker geen pap, het is allemaal sneeuw wat de klok slaat. Nou, hier links van mij, daar heb je de Hoge Salvebaan 2. Die gaat natuurlijk naar de Hoge Salve. Maar hier rechts heb je sinds dit jaar een splinternieuwe lift gekregen. Hier was nog een oude tweezitter, die is weg. En we hebben een nieuwe Sjernhandbaan gekregen. Moeten jullie zeker eens nemen. Er ligt ook een hele mooie piste bij. En kom je boven bij de Sjernhandbaan, dan heb je daar een van de leukere hutten van het gebied. Heb je tot je beschikking. Steigeruben hutten, of als zo de uitspraak zeg maar is. Ik zeg altijd de kom maar binnen hut. En het is weer compleet winter hier in Skiweld. Maar jullie zien het, het wordt donkerder, het sneeuwt. Het is alweer het einde van de dag. En wij gaan afsluiten en hopen dat de schade morgenochtend meevalt. Hier is er wel sneeuw voorspeld, maar in het dal komt het in vloeibare vorm naar beneden vanavond en vannacht. Morgen tegen het middaguur zou het gaan opklaren. De zon zou terugkomen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Maar dat gaan wij wel afwachten. En jullie gaan het ook zeker zien op fantastischoostenrijk.nl. En we zeggen maar weer de groeten!